gedaan. En hartstikke mooi dat jullie met z'n allen hier naartoe zijn gekomen voor de 9e editie van Saraswati Art Little Champs. Ik zie het hier al achter me staan, zitten alle kindertjes en ook goeroes. Ik hoop dat het een hele mooie middag gaat worden. Saraswati Art dit al 25 jaar doet onder begeleiding en leiding van Frank Krishna. En we hopen dan ook dat jullie een hele mooie middag tegemoet gaan. Dames en heren, ik ben een klein beetje zenuwachtig en dat komt puur om het feit dat ik voor het eerst hier sta met een heleboel klassieke kinderen en klassieke mensen. En ik doe natuurlijk heel vaak entertainment in andere shows. En ik heb begrepen dat het heel gedisciplineerd werk is wat er hier gedaan wordt. Is dat de kinderen dus alles uit hun hoofd doen. Dus ik heb ook besloten om dit kaartje gewoon te gaan verscheuren. Om het ook maar gewoon uit mijn hoofd te doen. Ik wil jullie alsjeblieft vragen om deze kinderen en de goeroes een hartelijk applaus te geven. En dan gaan we verder met de show. Onze twee jongste deelnemers van deze avond. Ik zou zeggen, geef ze even een warm applaus om ze lekker op te laten komen. En dan gaan we kijken naar hun optreden. Thank you.
Sarita, Karanata, Rajanuta, Sarita, 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 Sarita,
Thank you.
ಗಿಡ ವಿನಾಯ ಗಿಳಿ ಗಿಡ ಅರುಳಿಯ ಗಣಪತಿ ಜಯ ಜಯ ಜಯ
Subliem, zoveel talent van onze kinderen. Echt prachtig. Ja, ja. Ik wil Sudden City Art een compliment geven voor wat ze vandaag hebben neergezet. Als je kijkt aan cultuur en traditie, wat we vandaag hier op het podium gezien hebben, opgevoerd door hele jonge kinderen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Iedereen thuis moet Sudden City Art supporten. Want ze doen fantastisch mooie dingen. En de volgende keer wil ik dat deze zaal nog voller is. Dus ik roep je allemaal thuis op om deze kinderen om Sudden City Art te sponsoren, omdat zij heel belangrijk zijn voor onze cultuur. Ik heb deze middag als heel mooi ervaren. Het is ontzettend mooi om te zien hoe onze cultuur wordt meegenomen naar deze moderne tijd, deze moderne maatschappij. Kleine kinderen die zoveel leren van hun goeroes en een traditionele kunst laten zien, wat eigenlijk door heel veel mensen vergeten is.
En prachtig om te zien dus dat in deze moderne maatschappij kleine kindertjes ons weer leren waar onze cultuur zit, onze Indiase cultuur. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik vandaag ook deze dag mocht presenteren. En ik wil ook het publiek en de aanschouwers natuurlijk, toeschouwers, meegeven van joh, kom er een keertje naartoe. Kom eens een keertje kijken naar wat deze dag nou precies inhoudt. Want het is prachtig om te zien hoe de docenten de kinderen iets leren en hoe de kinderen ons weer wat leren. Ik heb vandaag ontzettend veel geleerd. Ik ben 40 jaar, ik heb ontzettend veel geleerd. En dat is de Circle of Life. Dus deze kleine kampioenen zijn eigenlijk hele grote kampioenen. Ik was Rosita Tima en ik heb met heel veel liefde deze show gepresenteerd. Van het begin van hoe ze gingen zingen en dat wij dat eigenlijk al met heel veel moeite al kunnen, als we dat al kunnen. Dat zulke jonge kinderen hier staan met klassieke dans. We hebben niet over Bollywood dans, we hebben over Bharatanatyam. En de zang, klassieke zangmuziek, dat is prachtig om te zien. Heel waardevol. Ik wil de organisatie Saraswati Art echt een compliment geven. Want wat ik vandaag hier gezien heb, dat moet veel meer en veel breder gedeeld worden. Dus ik roep jullie allemaal op ook om hier wat mee te doen. Ik zie Maheshwari daar in het publiek. Zij heeft zoveel connecties, organiseert mooie evenementen. Ik wil haar echt aansporen om die kinderen daarin mee te trekken. Want het zijn fantastische talenten die we een podium moeten geven en echt veel meer moeten gaan promoten. Yes, and halfway the show I understood that a lot of children here are only English speaking. So Reshma wants to say that you're doing it very great. Very lovely. Beautiful to see how youngsters are doing such great things. Which adults even so Bollywood Weekender is terug. Centerparks de Limburgse Pil staat vrijdag 30 juni tot en met maandag 3 juli weer in het teken van het grootste Bollywoodfeest van Nederland. 3 dagen lang muziek, diverse workshops en de restaurants compleet in Bollywoodstijl. En natuurlijk staan alle Centerpark faciliteiten voor jullie klaar. Wil je graag meer weten over dit te gekke Bollywoodfeest in Centerparks? Kijk dan op www.bollywoodweekender.nl.